Ali Poldervaart, zojuist 4-3 gewonnen tegen AZA met Excelsior. Wat is jouw eerste conclusie na deze oefenwedstrijd? Nou, gewonnen met 3-4 en we komen terug. Dat vind ik dan wel fijn. En de tweede helft beter dan de eerste helft. Laten we dan met de eerste helft beginnen. Jullie komen 2-0 voor met onder andere een hele knappe tweede goal. Een laatste kwartier van die eerste helft geven jullie weg. Wat gebeurt er allemaal? Ja, er gingen een aantal dingen niet goed. En fouten worden er gemaakt en dat kan. Maar het ging maar meer om hoe het ging. Ja goed, en dat vond ik erg slordig. En dat roept een beetje van onszelf af. Je moet gewoon je taak blijven doen die we afgesproken hebben. En dat is gewoon zo dat je die bal in de ploeg houdt. Niet te veel risico nemen. En dan kunnen zij in ieder geval niet scoren. En dat deden wij dus niet. Het was allemaal net even te nonchalant en te makkelijk. Ja goed, dan kan iedereen scoren en dat deed ze goed. Hoe verklaar je dat het ineens wat nonchalanter dan is? Als ik daar de oplossing voor had, dan had ik, dat van tevoren al gelijk aangegeven. Nou ja, goed, het zijn mensen. De wedstrijd 2. We spelen in verschillende elftallen. Dus je speelt met andere mensen. Nou ja, goed, dat hoort erbij. Dat hoort bij voorbereidingsvoetbal. Ik zie het liever niet, maar het is wel een feit. Wat mij opviel was het drietal aan verdedigers deze wedstrijd in de voorbereiding. Waarom? Nou ja, we spelen tegen 2 spitsen. En zij speelden dan 5-3-2 en tegen een 4-4-2 kan dat ook. Maar we speelden hier wel nu tegen een 5-3-2. Nou ja, goed, dan, als je achterin dan met 3 man speelt, dan heb je in principe een man over. Maar goed, dat heeft ook weer consequenties voor de rest van je elftal, hoe dat dan staat. Nou ja, goed, daar zijn we mee bezig. Is dat ook dat je graag wil roleren door het seizoen, dat je ploeg meerdere systemen kan spelen? Als je dat voor elkaar zou kunnen krijgen, is dat natuurlijk wel een voordeel. Maar goed, daar zijn we mee bezig en daar is de voorbereiding voor. De voorbereiding is voor jullie al ruim een week bezig. 2 wedstrijden gespeeld tegen Vessel Zelftal en tegen AZA. Welke balans maak jij tot nu toe op? Nou, dat we goede goals maken. Veel voetballende goals. En daar ben ik wel blij mee, want daar zijn we heel veel mee bezig. Dus dat is goed. Dat we 2 wedstrijden winnen in de voorbereiding. We scoren een hoop. Maar ja, goed, de logische vraag is ook, we krijgen er ook iets te veel tegen. Dus, maar goed, ik kijk vooral nu naar de dingen eventjes die goed gaan. En wat er fout gaat, daar moeten we mee gaan werken. Tot nu toe zijn jullie nog steeds op zoek naar een spits. Hoe verloopt die zoektocht? Nou, dat is best moeizaam. De club is daar volop mee bezig. En ze liggen niet voor het oprapen. Maar goed, absoluut duidelijk dat we op zoek zijn naar spitsen. Niet naar 1 spits, maar naar spitsen. En nou ja, goed, dat krijgt enorm veel aandacht. Maar het is nog niet zo dat we morgen zeggen, iemand is er. Tot nu toe heb je veel jeugdspelers van Excelsior mee laten doen. Hoe houden zij zich staande volgens jou? Ja, wel erg positief. Ja, vandaag Corito Fermina vond ik erg dreigend in de spits spelen. Samen met Ali, dat deed hij goed. Ik vind Jaap Fischer, die is volop bezig en die drukt echt wel zijn stempel erop. En er gaan ook dingen fout, maar er gaan ook zeker dingen goed. Redouan, Elwan Koeri deed het vandaag zeker naar behoren. Dus ja, goed, dat hoort ook wel bij jeugd. En de ene keer is wat meer en dan is weer wat minder. Maar goed, ik ben er tevreden over. Die jongens doen hun stinkende best. En dat hebben ze verdiend, hè, met hun vorig jaar. Nou ja, goed, ik kan er alleen maar van genieten. Geef hoop energie altijd. Hoe groot is de kans dat zij dan ook aansluiten als het seizoen daadwerkelijk begint voor Excelsior? Heb je een plan met hem op het oog voor het eerste elftal? Nou, we hebben zeker wel een plan voor in de toekomst. En hoe het zich verder gaat ontwikkelen, dat weet ik niet. En daarnet zei je ook al, we zijn 10 dagen bezig. Dus dit is 10 dagen. Je moet eerst maar eens een aantal weken kijken hoe dat gaat natuurlijk. Dus daar hebben we nog, daar moeten we nog even kijken. We hadden tot slot begrepen dat jullie bij AZA om pannenkoek hadden gevraagd. Klopt dat? Ja, dat zou kunnen. Wij zorgen gelijk weer dat glycogeen aangevuld wordt na afloop van de wedstrijd. En dat doen we door middel van pannenkoeken. Dus dan moeten we pannenkoek eten, ja. En dat gaat dan gebeuren ook. Was hij lekker? Ik heb nog niks op, dus voor mij nog niet, nee, in ieder geval.